Ja. Heel veel verdriet heeft. Begonnen! Wow, als ik die ballon had. Dit hadden we veel eerder moeten doen. Zo, een hele goede morgen, lieve mensen. Het is vandaag woensdag. En we beginnen de dag. Ja, met een radslag. Maar misschien hebben jullie wel gezien in de laatste vlog dat er even iets was gebeurd. Ik was 's avonds weg. Bart is opgelicht met zijn laptop. Hij is nu... ja, overal achteraan aan het gaan daarvoor. En ik zat met Jax, die zijn ritmetje ging even een beetje anders vannacht en vandaag. Straks gaan we naar het consultatiebureau voor zijn derde prikje. En Jola die is dus al op school. En als Jola dan straks terugkomt, dan gaan we naar een leuk eventje van Prenatal en Stokken. Dus hartstikke gezellig. Maar eerst maar even checks. Zo, nou, prikje is heel erg goed gegaan. Hij was natuurlijk wel heel even aan het huilen, maar het ging goed. En met mij ook een stuk beter dan normaal. Wel lastig, maar iets beter dan normaal. Hij is nu een beetje huilerig, dus ik ga even de boel in orde maken. En dan ga ik samen met Jol en checks naar het eventje. Ja, maar gisteravond. Ja. Toen had Bart. Ging je je laptopje verkopen? Ja, dat verhaal kennen we. Nou, toen was Jack de hele tijd aan het huilen. Oh. En toen moest ik op hem letten. Oh. Bart was alles aan het uitleggen. Ja, dit doen we. Jola die heeft een vriendin gevonden hoor. En een favoriete hobby, foto's maken. Hé, hey, ja, ananas op je kop. Ja, die heb ik ook, mama. Kijk, die heb ik ook. En deze gaan we ook. Oh, vet. Die heb ik ook. Leuk. Oh, pas op.
Oké. Ik ga weer even naar Jax toe, ja? Ja. Jullie vermaken je wel zo te zien. Ja. Wij moeten ons nog heel veel. Wat een heerlijkheid. Dit hadden we veel eerder moeten doen, lekker naar het strand. Ik heb hier achter me geen airbag. Het is een ballon. Die mocht ik mee van mijn vriendinnetje. Linksaf naar de hele rode straat. Het was echt een heel karwei om die ballon in de auto te krijgen, maar het is gelukt. Het is gelukt. Super groot. Ik zei in het begin, wow, als ik die ballon had, wow. Ja. Maar nu heb ik hem ook gewoon. Maar weet je hoe ik vriendinnen werd met haar? Nou? Bij de tattoos. Toen zei ik, oh, je hebt je flamingo nog niet laten zien. Ah. Heel vet is die. En dolfijntjes. En een zeepaardje. Bart was helaas niet mee omdat hij natuurlijk super druk is met die laptop dingen. En ik ben heel erg benieuwd of het goed is gegaan met de aangifte doen. Hij ging vandaag aangifte doen bij de politie. Zo, hij is binnen hoor, de ballon. Nou, mijn hoofd. Goodie bag time! Yeah. Nou, dit had ik ook in de goodie bag. En mijn foto's. Bucket en shake. Hey joh. Wat? Dit is super handig, want dan neemt het niet zoveel plek in de auto. Wat is dat dan? Ja, het is een. Kijk, het is van rubber. Een emmer met. Het is een emmer, maar die kan je opklappen. Ah! De goodie bag. Dit is heel erg leuk, kijk. Het is een soort lampje die je aan het bedje in kunt hangen, maar ook met liedjes. Oh, dit waren die we hadden gezien. Waarmee je kan spelen in het badje. Dat je zo over hem heen kan gieten. Oh. Superleuk. Hey. Zwangerschapsvitamine. Hip. Hey, hip. Supergoed. Als we flesvoeding gaan geven, is dat ook hip. Een armbandje. Ah, het is lipbalm. Hydrofieldoek. Het is lipbalm, man. Dit lotion. Als het een bon is, dan gaan we hem Bart laten gaan. Hey. Ja, Bart. Freeze leg. Deze geef ik aan jou, Bart. Ja, vet. Dat wil ik ook weer proberen. Is super koud, hè? Er werden een aantal tips gegeven en dat had allemaal te maken met op vakantie gaan met je baby. En er waren heel veel tips die hadden meer te maken met vliegen. Wij gaan op vakantie met de auto, maar een tip die zowel handig is voor vliegen als voor met de auto gaan vind ik heel erg handig. En die paste ik zelf eigenlijk ook al toe bij Yola. Als je dus lang in de auto zit of lang moet vliegen, dan is het heel erg fijn om dit soort knabbeltjes te hebben. Om ze een beetje zoet te houden. Dus lekkere knabbeltjes. Tegenwoordig heb je steeds meer gezonde dingetjes. Knijpfruitje van Hip. Verder wilde ik ook nog even laten zien wat ik zelf nog heb besteld van Kuka. Voor de zomer. Echt zo leuk dit. Heerlijk met dit weer. Omdat het badstof is. Dus het is gewoon. Dit zit gewoon zo lekker bij je knie. En dan gewoon lekker niks eronder. Heerlijk. Ik vind het zo leuk dat Kuka allemaal badstofdingetjes heeft. Ik weet niet of jullie weten wat badstof is, maar het is van dat hele zachte. En je wil gewoon bijna een knuffeltje van een broekje hebben. Lief, 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 lief. Nou maakte ik een keer een opmerking toen ik bij het Kuka-event was. Van, ik wil zelf zo'n ding om in te liggen. Want ik vind die dingen zo zacht. En toen zei dus diegene die daar werkte, die zei, dan moet je een eenpersoonsdeken hebben. Want die kun je dus ook gewoon heerlijk op de bank neerleggen. Oh, ja. Deze kleur, je hebt hem ook in het geel. En volgens mij nog een tintje lichter. En dan echt van het okergeel.
geloof, ik weet niet of die nog donkerder. Oh ja, ik denk ook nog in de, deze kleur meer. Heel erg blij mee. Zo, een hele goede, nou morgen is het niet, goede dag. Het is donderdag. Ik ben heel de dagen kwijt, joh. Maar het is de laatste schooldag van joh, voor de vakantie. Dus ik ga er even lekker ophalen. En ja, dan kunnen de vlaggen uit. Want dan is het 6 weken lang gewoon vrij en thuis. Wat ik aan de ene kant super lekker vind. Want het scheelt in de ochtend gewoon naar school toe gaan en zo. Maar aan de andere kant vind ik het soms wel een beetje moeilijk om het ritme een beetje kwijt te zijn. En ik weet nu al dat ik dan aan het einde van de vakantie super blij ben dat die weer voorbij is. En dat alles weer in het normale ritme gaat. Maar voor nu zijn we blij dat die begint. De vakantie. Yay! De vakantie is officieel begonnen! Begonnen! Dus? Yay! Tadaa! Om te vieren! Ben je blij? Waar begint je vakantie mee? Morgen meteen naar het... slaapfeestje van Maya. Nee, niet slaapfeestje, maar voor ons tweetjes zwemmen met meteen mijn staart. Kunnen Jacks even kijken hoe enthousiast die is voor het... begin van de vakantie. Wow, Jax vindt het heel cool. Ja, maar Jax heeft gisteren zijn prikjes gehad, dus die mag vandaag even een beetje zo zijn. Een beetje chill. Ja. De reden dat we vandaag niet zoveel vloggen, komt omdat deze kleine man heel veel verdriet heeft. Ja. Hij kwijlt ook heel veel, dus we denken en natuurlijk de prikjes van gisteren, maar ook tandjes. Denk ik dat er, nou niet tandjes al doorkomen, maar dat het daaronder al een beetje aan het vormen is. Hij is echt heel erg aan het kwijlen, heel de spenen aan het uitspugen en af en toe gewoon in één keer heel overstuur. Probeert op te stijgen. Ja, komt kans het bijna. Heb je hem weer Red Bull gegeven, schat? Zo het is ook zo heet. Het is echt alleen luiers en dat is het, want het is echt niet te houden. Moeten we even lopen met hem. Ja. Bart heeft zijn haar geknipt speciaal voor Tomorrowland. Wat vinden jullie van zijn... hoe heet het ook weer? Italian haircut. Is dit een Italian haircut? Ja, dat is een Italian haircut. En ik vind het super leuk staan bij jou. Hallo. Ik moet een beetje zachtjes zijn. Ik heb de hele avond zitten editen. Want ik had vandaag echt een dag dat ik alleen maar met Jax bezig was. Ik kon hem niet eigenlijk van me afhouden, want hij had echt even mijn aandacht nodig vandaag. Hij had niet zo'n lekker dagje. Maakt niet uit, maar dat resulteerde erin dat ik even in de avond moest editen. Dus dat heb ik nu gedaan. Oh, nog heel eventjes over de aangifte. Bart gaat maandag aangifte doen, eerder kon niet. Dus ja, ik denk dat het laptopverhaal gewoon een beetje accepteren is van het feit dat we opgelicht zijn, denk ik. Helaas, pindakaas. Een dikke, vette, dure les. Voor Bart, vooral. Maar dan wil ik jullie bij deze nog eventjes bedanken voor het kijken en gedag zeggen. En als je nog niet geabonneerd bent, wil ik vragen of je dat wilt doen. Want dat is super cool. En je kan altijd nog mij weer ontvolgen of ontabonneren als je dat wilt. Dus dat. Goedenavond, goedendag. Ik ga stoppen en slapen. Rock that joint.